Vijf jaar lang hebben Brigitte van der Heijden en Bianca Kerkhoff bij Sojos in Maartensdijk bakcursussen gegeven voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Afgelopen vrijdag 26 juni namen zij in de Dijkstaten afscheid en overhandigden aan de kinderburgemeester Carmen hun boekje met alle recepten van de afgelopen 5 jaar. Bak met Maartensdijk is een initiatief dat 6 jaar geleden is ontsproten. Mijn kinderen, Marijn en Helene, die zijn hier ook, die zijn in het hoekie zijn ze begonnen met bakles. Dat werd gegeven door Mens de Beeld. En dat vonden zij zo leuk dat we dachten, dat moet ook in Maartensdijk komen. Maar op het moment dat je dat denkt, moet je dat ook gaan doen. En toen dacht ik, dat ga ik doen. En toen dacht ik, hoe kom ik nou aan kinderen? Nou, die stonden in de rij. En de eerste was Menno, die staat daar. Die was één van de eerste, laat ik het zo zeggen. Uiteindelijk hebben we haast 100 kinderen hebben we bakles mogen geven. Maar we wilden wel op een leuke manier afscheid nemen. En dat doen we op deze manier. En hier wil ik jou als kinderburgemeester van de gemeente Beeld heel graag overhandigen als eerste. Waarom stopt u na 5 jaar tijd met bakken? Omdat mijn kinderen nu ook op het voortgezet zitten, wil ik andere dingen gaan doen. En ik ga een eigen bedrijf oprichten. Samen met een vriendin ben ik Zorgmies Nieuwegein, De Beeld en Zeist gestart. Wij leveren ondersteuning aan de mantelzorger. En ja, dat is super mooi om te doen, maar daar ben ik heel veel tijd mee kwijt in de week. En dan helaas moeten we dit mooie initiatief als vrijwilliger, wat we als vrijwilliger hebben gedaan, moeten we stoppen. Ik heb je lange tijd niet meer gezien. Corona is geweest, zeggen ze. En hoe gaat het nu met jou? Goed, ja. Iedereen nog gezond in de familie? Ja, ja. En ik zag je net zo bladeren en ga je zelf ook nog wat bakken? Ja, ik heb net dit gezien en het lijkt me wel leuk om dat te bakken. En ik vind het zelf ook leuk om te bakken. En ik doe het vaak ook zelf thuis, dus het